Oké, prima. Top. Dan gaan we eerst maar eens even kijken wie er allemaal is vanavond. Ik ga ongeveer een uurtje livestreamen. Wat ik ga doen, ik wil een terugblikje doen op mijn eerste jaar op YouTube. Tenminste, het is een jaar geleden. Eigenlijk 1 jaar en 2 weken geleden ongeveer, dat ik mijn eerste video uploadde op YouTube. Dus dat is een feestje, dat is jarig. En het is een verloting vanwege 500 abonnees, wat er inmiddels volgens mij, even heel snel checken, al 600 zijn. Als ik het goed heb. My channel. Zijn het al 600? 601 inmiddels al. Dus dat is super top. Vind ik echt wel een dingetje. Dus iedereen bedankt in ieder geval voor het abonneren. Ook degene die niet hebben mee kunnen doen aan de verloting. Ja, heel erg jammer natuurlijk. Maar er komt er vast wel weer een keer eentje. Ik ga eens even kijken wie we allemaal hebben hier. In de chat in ieder geval. We hebben aquarium en vissen en vijvers. We hebben Aziëbiotoop, Kok Klaassen, Emiel Breunis, Jurre Swarts, Jorrit Beeke, Kate van Buren, Kevin's Aquarium. Als jullie overigens nog niet geabonneerd zijn op Kevin's kanaal van Kevin's Aquarium, even doen. Mart555RCT, Ramon, Zwart, Richard Snoek, Ronald Schipper en Water Wizard. En Stefan, die komt ook nog even binnen. Hartstikke welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. We gaan er gewoon een gezellig uurtje van maken. Eerst even terugkijken naar het afgelopen jaar. En ik probeer na ongeveer 20 minuten tot een half uur wil ik eigenlijk de winnaars wel bekend gaan maken. Maar eerst even streamen, want ik krijg lekker kijkminuten. Vind ik leuk. En eventueel stel je vragen als je die hebt over het afgelopen jaar. Ik ga gewoon een beetje losgaan. En vragen beantwoord ik graag. Heel even spieken of er wat in de chat voorbij komt al. Jorrit, helemaal niet erg dat je niet lang kan blijven. Geen probleem, je kan hem altijd nog later terugkijken. Want hij komt altijd geüpload hier op YouTube. Even kijken. Ronald zit bij zijn schoonouders aan tafel te kijken. Trio 1. Nou. Altijd leuk, altijd leuk. Een slokje drinken. Ben ik goed te horen? Want ik zie meerdere mensen, of twee mensen volgens mij, aangeven van nou, het volume mag wel wat harder. Tik even een eentje als het genoeg is. Als het twee is, dan geen idee hoe. Maar ga ik proberen om het even wat luider te krijgen, zodat iedereen mij goed kan horen. Dan ga ik ondertussen even mijn dingetje erbij pakken. Is geen melk, is Fanta Lemon, Kevin. Lekker. Het ziet er wel een beetje smoetsig uit eigenlijk. Maar het is fucking lekker. Hij mag harder. Ik kan kijken of ik hem iets harder kan zetten. Maar ik ben zo thuis in dit programma. Volgens mij staat hij al volledig open. Ik kan hier nog eens kijken of hier het geluid nog harder kan. Audio. Volgens mij kan ik mijn geluid niet harder zetten dan dat hij nu staat. Dus we zullen het hiermee moeten doen. Ik zie heel veel eentjes en af en toe een tweetje. Ja, goed luisteren dan denk ik, want ik heb geen idee hoe ik het nu moet aanpassen. En ik vind het zonde van de tijd als ik nu alleen maar ga zitten klooien in instellingen in mijn software. Want daarvoor zijn we hier niet. We zijn hier namelijk omdat we 500 abonnees hebben gehaald. Inmiddels al de 600. Super vet. Ik heb deze afgelopen maand ongeveer 100 abonnees erbij gekregen. Dus dank daarvoor. En iedereen die mijn video's bekijkt en die nu ook aanwezig is, super bedankt. Want ja, het is gewoon cool om te zien dat er op een of andere manier mensen zijn die het leuk vinden om naar mij te kijken. Wat ik doe met mijn aquariums en mijn filmpjes bekijken. Maar ab zich abonneren en ook input geven in de community. Erg leuk, erg leuk. In Windows harder zetten, ja jongens. Ga ik niet aan beginnen. Jammer dan. Goed luisteren. Ik zal luid proberen te praten. 1 jaar Dutch Aquarist dus. Waarom ben ik begonnen? Dat vind ik wel een leuke vraag.
waarvan ik me kan voorstellen dat mensen zich dat afvragen. Ik ben begonnen omdat ik erg veel YouTube keek. Dan vooral kanalen van Lucas Bretz, dat is LR Bretz, Rachel O'Leary, Aquarium Co-op, hoe heet die andere kerel nou met zijn garnalen? Ik ben hem even kwijt, ook een Amerikaan. En wat mij opviel is dat er ontzettend veel informatie is, maar niet in het Nederlands, op dat moment in ieder geval. Dus ik liep er al een tijdje mee in mijn kop om dat te gaan doen. Maar ja, twijfel, spannend. Ga je zelf met je hoofd op YouTube of niet? Wil je dat iedereen jou zo kan zien? Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om het gewoon te gaan proberen. En ben ik mijn allereerste video gaan maken. Toentertijd had ik mijn aquariumstelling nog niet. Oh, sorry, dat was de camera. Of de microfoon, die kan wat herrie hebben gemaakt. Toentertijd had ik mijn stelling nog niet. Maar ik had wel wat losse bakjes hier en daar op zolder staan. En daarin had ik toentertijd killivissen. Dus mijn allereerste video was volgens mij, hoe maak ik een spawningmop? Die is belabberd weinig bekeken, dus er is niet heel veel vraag naar blijkbaar. Die is op 27 juli 2017 uitgekomen. Dus ja, 27 juli 2018 zeg maar, vier ik als de verjaardag van de Dutch Aquarist. Het account bestaat al sinds februari volgens mij 2017. Alleen ik deed er niks mee. Nou, in het begin ging het erg traag en ja, wat ga je doen? Ga je wekelijks uploaden? Je moet nog een beetje je maniertjes zoeken. Hoe ga ik video's opnemen? Hoe presenteer ik mezelf? Is allemaal heel ongemakkelijk in het begin, want ja, je bent gewend om naar mensen te kijken, maar je bent niet gewend om zelf in beeld te zijn. Dus... Dat resulteerde erin dat ik in 2 maanden tijd 10 abonnees had. Dat is niet heel erg. Dus 24 september was dat. 24 september 2017. Dat is natuurlijk niet zo heel erg bemoedigend. Want ja, je steekt er wel tijd in. Maar goed, het feit dat ik 10 abonnees had, vond ik al cool. Want je hebt mensen die dus blijkbaar naar jouw video's willen kijken. En dat is natuurlijk super tof en het geeft je ook wel een soort van ego boost op het moment dat mensen zeggen, hey, bedankt voor die video, leuk dat je dat zo in beeld hebt gebracht en ik heb er echt wat aan gehad. Want dat is uiteindelijk het doel geweest toen de tijd van, hè, ik wil graag Nederlandstalige video's maken die op een makkelijke manier laten zien en uitleggen hoe je simpele dingen kan doen in je aquarium. Inmiddels ben ik ook veel meer vlogstijl gaan doen. Het is een beetje lastig qua tijd. Vlogvideo's die zijn gewoon makkelijk snel op te nemen. Ik heb een kleintje en een vrouw en een onregelmatige baan. Dus soms is dat gewoon net wat makkelijker. Maar ik wil proberen om een beetje de ideale mix te gaan vinden van nou, hè, wat is educatief vlogstijl. Dus als jullie daar nog ideeën over hebben, hoor ik het ook heel erg graag. Nou, ik had toen de tijd 10 abonnees. Nou, ik helemaal gelukkig. En op 1 oktober was het al zover, waren mijn video's maar liefst 100 keer bekeken. Nou, ik weet dat ik ooit een keer video's heb geüpload van, op een ander kanaal van de Walibi Fright Nights. En die hebben misschien 100 views gehaald in een jaar. Dus ik vond het al heel wat dat ik 100 views had. Nou, dan groei je gestaag. Gaat heel langzaam in het begin. En op een gegeven moment... In maart 2018, dus dan heb ik het bijna over een jaar later, heb ik mijn 250ste abonnee verwelkomd. Nou, dan heb je vervolgens op 3 juli heb ik mijn 500ste abonnee al verwelkomd. En dat is een maand geleden. Inmiddels zitten we op 601, wat ik net zag. Dus dat is wel echt ziek. Ik heb meer dan 60 video's inmiddels. Afgelopen 28 dagen alleen al... Wat er net was, of toen ik deze voorbereiding deed van de video, had ik plus 82 abonnees. Ik moet even uitzoomen, want ik kan niet helemaal... Ik had wat statistiekjes, vind ik leuk. Statistiekjes zijn leuk. Inmiddels heb ik 4200 weergaven, 15.000 plus kijkminuten. Dus er zijn dus 15.000 minuten zijn mijn video's bekeken in totaal. En dat, ja, dat is gewoon heel veel tijd. En dat vind ik wel vet, want ik heb er ook echt wel heel veel tijd in zitten. En dat vergeten mensen volgens mij vaak. Maar het maken van een video is niet alleen het opnemen. Het is ook het monteren, het is het uploaden, het is het je tekst toevoegen. Dan doe je soms nog wat promotie. Daar kruipt stiekem gewoon heel veel tijd in. Daarom is het ook des te meer gewaardeerd dat mensen er ook naar kijken. Want
Op het moment dat er niemand meer kijkt, denk ik dat mijn motivatie als ik snel weg zou zijn. En dat ik mijn tijd liever aan andere dingen zou besteden. Ik ben een beetje aan het zoeken geweest van, nou, hè, wat zijn nou video's die ik wil maken? Wat werkt? Wat vinden mensen leuk om te zien? En als ik nou een beetje terug zat te kijken, zie ik dat mijn meest bekeken video een video is over het kweken van vuurgarnalen. Die is namelijk bijna 3200 keer bekeken. En daarvan heb ik 8250 kijkminuten. En dat vind ik wel heel grappig, want die video zit er mooie beelden in van mijn vuurgarnalen. Maar volgens mij vertel ik in heel die video niet eens hoe je die vuurgarnalen kweekt. Dus dat vond ik wel hilarisch eigenlijk. Maar dat is wel iets waar ik blijkbaar de goede tags heb gebruikt. Waar veel op gezocht wordt blijkbaar. Dus ik wil ook wat meer met garnalen gaan doen. En zoals jullie morgen ook in mijn video zullen zien, ga ik ook meer met garnalen doen. Ik heb namelijk besloten om een osmoseapparaat aan te schaffen en dus ook Caradina garnalen te gaan houden. Mede ook omdat ik ieder jaar een maand op vakantie ga. En garnalen hebben niet veel verzorging nodig. En die kun je best een maand zonder waterverversingen laten zitten en heel af en toe een keer een beetje voer. Dus dat is net wat praktischer. Het kweken van Rasboros Galaxies vond ik heel tof om te doen. Ga ik ook zeker nog wel een keer doen. Want het kweken van visjes is gewoon heel erg leuk. Alleen het nadeel daarvan is dat je zeker een 5-6 maanden uit moet trekken om de visjes op te laten groeien. En dat betekent dus iedere dag water verversen. Minder tijd om video's op te nemen. Minder tijd voor het gezin. Levert soms wat spanningen op met de vrouw. Dus dat is wel een beetje, ja, een beetje jammer. Maar ja, het was wel heel tof om te doen. En ik ben ze allemaal kwijt uiteindelijk. Ik had weer wat geld voor mijn potje. Dus wil ik wat dingen kunnen aanschaffen. Dus ja, helemaal top. Even kijken. Ik zal eens even de chat erbij pakken. Eens kijken of er nog vragen voorbij zijn gekomen. Nou, dat moet ik niet meer doen, dat schiet niet op. Moet die weg. Zo, scrollen we eens een beetje omhoog. Mijn microfoon is dronken. Oh jee. Stukje naar beneden. Aquarium en vissen en vijvers. Stelt de grote vraag. Wanneer scheer je baard af? De kans dat ik mijn baard afscheer is erg klein. Ik heb mijn baard nu, ik ben nu 10 jaar samen met mijn vrouw. Ik denk dat ik nu 8 jaar een baard heb. En dat is een beetje gevarieerd van heel kort tot dit, tot langer. Want in mijn eerste video zie je dat die echt wel een stukje langer is. Maar die baard gaat er niet af. Simpel. Ik heb echt een ontzettende babyface als ik mijn baard eraf haal. Niet sexy, al zeg ik het zelf. En mijn vrouw vindt dat ook. Mijn vrouw heeft toen ooit een keer gezegd, oh, ik vind het wel sexy zo'n baardje. En dat was voor mij wel het ideale moment om te zeggen, oké, ik scheer me niet meer. En dat heb ik dus ook gedaan. Moet ik zeggen dat ik hem af en toe wel wat beter bij kan houden. Want die mijn nek en zo. Dat, ja. Maar goed, die baard gaat er niet af. In ieder geval. Freerk. Freerk. Dat vind ik toch een bijzondere naam overigens. Even kijken of er nog meer vragen voorbij zijn gekomen. Aziëbiotoop zegt, ik kijk eigenlijk alleen Nederlandstalig. Ik kan prima Engels hoor, maar is prima zo. Bij mij is het zelfs zo dat ik kijk zoveel Engelstalige YouTube-video's, dat ik, dat zullen jullie misschien ook wel gemerkt hebben in mijn video's, soms gebruik ik daar de Engelse termen voor bepaalde dingen, omdat ik de Nederlandse term gewoon echt niet in mijn hoofd heb zitten. En de Engelse term die komt echt zo uit mijn hersenen geschoten. En ja, dat is gewoon veel makkelijker dan, dus die gooi ik er dan maar uit. Hoop dat jullie het dan nog kunnen volgen. Mart vraagt, kijk je ook de King of DIY? Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel wat video's. Ik zoek wel eens op doe-het-zelf projectjes. Als ik zelf iets wil maken. Of dat ik zoiets heb van, hè, hoe doe je dat dan? En dan kom ik wel vaak uit bij wat van zijn oudere video's. Ik was wel geabonneerd. Misschien nog steeds. Maar ik merk dat ik hem een beetje schreeuwerig vind. Het is allemaal zo. Ja, hey YouTube. En ik ga iedere maand mijn aquariums veranderen. Omdat ik anders geen filmpjes heb of zo. En nee, ik hou er niet zo van. Het is een beetje nep voor mijn gevoel. Maar hij heeft wel hele gave bakken.
moet ik zeggen. Daar ben ik stiekem wel een beetje jaloers op. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor hem op een gegeven moment is niet meer leuk. Want je wil natuurlijk blijven presteren. En ja, daar moet je gekke dingen voor doen. En ik denk dat hij zichzelf een beetje kwijt is geraakt. Onderweg naar de faam. Ramon zegt, kijk ook altijd graag, vele malen leuker dan al die opgedirkte, vol reclame in je maag YouTubers. Nou, gelukkig. Gelukkig draag ik geen make-up. Dat scheelt weer, hè? Dat scheelt weer. En ik heb inderdaad geen reclame op mijn kanaal. Dat heeft er vooral mee te maken dat ik gewoon nog niet aan de eisen voldoe, zeg maar, om reclames te laten zien. Want op het moment dat ik 1000 abonnees heb en ik heb minstens 4000 kijkuren in het afgelopen jaar, dus de afgelopen 365 dagen, dan kan ik gaan monetizen. Dan moet ik eerst nog goedgekeurd worden door YouTube en dan kan ik gaan monetizen. En dan kan het dus zijn dat je inderdaad ook advertenties gaat zien bij mijn video's. Dat is niet om jullie te pesten, maar ja, mensen vergissen zich erin hoeveel geld het kost en hoeveel tijd erin gaat zitten vooral. Wat het is, ik heb hier bijvoorbeeld de microfoon die ik nu gebruik, dat is een rode microfoon, die kost 90 euro, zelf aangeschaft. Toen ik 100 abonnees had, heb ik een prijs verloot, zelf betaald. De prijzen van vandaag, zelf betaald. Dus dat stapelt zichzelf best wel op. Het is niet erg, want ik kan het op zich leien, maar het is wel fijn om dan iets terug te krijgen. En dat zijn geen grote bedragen, zeker in het begin niet, dan moet je echt wel flink groot worden. Maar ja, ik kan niet eeuwig dingen aan blijven schaffen. Nou, ik vind het wel belangrijk om redelijk goede video's te laten zien. En ik merk ook, want ik zit mezelf nu ook te bekijken en ik heb hier gewoon een TL-lamp van mijn stelling liggen, waardoor de verlichting beter is. En ik heb het idee dat het beeld echt wel prima is zo. Dus dat is helemaal top. Want het is gewoon mijn ingebouwde webcam van mijn laptopje. Ik ben weer echt helemaal los aan het gaan, sorry. Oh jee, nu scrollt hij helemaal naar beneden. Azië-biotoop vraagt, heb je mediatraining gehad? Nee, ik heb geen mediatraining gehad. Ik ben zelfs van mezelf best wel iemand die verlegen is. En ik merk gewoon ook dat als ik... Kijk, dit is lekker veilig, hè. Ik zie jullie niet, ik zie alleen maar tekst. Ik heb het al een paar keer gedaan, dus het wordt makkelijker. Dat scheelt een hoop en het is een kwestie van oefenen. Maar ik heb geen mediatraining gehad en ik denk ook dat ik dat niet nodig heb. Want ik wil gewoon lekker mezelf zijn en niet iemand die gevormd wordt door de media en zegt wat mensen willen horen. Ramon vraagt, vond je Riftwachterbezoek ook erg boeiend? Hij gaat er in september heen. Ramon, ik heb een heel lang verleden met de Riftwachter in die zin van, lang voordat ik aquariums hield, deed ik heel veel stuntskaten. En de zoutbunker waar de Riftwachter in zit, als je daar naar beneden kijkt, daar zit een skatepark met een bol en zo, daar skate ik vaak. Dus ik heb nog heel lang, stond dat pand leeg en op een gegeven moment kwam de Riftwachter erin. Dus dat is wel grappig, want toen had ik nog niks met aquaria en inmiddels wel. Ik vond het erg tof om er een keer heen te gaan. Ik kom oorspronkelijk uit Hilversum. Mijn ouders wonen echt om de hoek bij de Riftwachter. Dus ik ben ook zeker van plan om er vaker heen te gaan. Gewoon om te kijken. Maar het is een hele mooie zaak. Gezonde vissen. Prijzen heb ik veel mensen over gehoord dat die hoog liggen. Heb ik eerlijk gezegd niet op gelet. Maar qua kwaliteit van vissen en zo zag er super uit toen ik er was. En wat ik vooral heel tof vond was de Aqua Expo. Die ze daar hebben. Dus met al die biotoopbakken en zo. En een supergrote roodstaardmeerval. Nou goed, als je de video niet hebt gezien, bekijk hem nog even. Maar ja, een hele mooie zaak als je het mij vraagt. Jeffrey Groot zegt, hij wil wel meer weten over osmose. Dat komt helemaal goed. Ik heb vandaag wat video's video opgenomen over een unboxing. Die komt als het goed is woensdag. En daarin pak ik wat dingen uit die daarmee te maken hebben. En ik zal ook zeker video's maken over hoe het in elkaar zit van je osmoseapparaat. Hoe gebruik je het osmoseapparaat, et cetera, et cetera. Dus dat komt helemaal goed. Hou vooral mijn kanaal in de gaten. Jeffrey vraagt ook, ga ik het dan hebben over verschillende soorten garnalen en osmose? Ik wil vooral gewoon wat meer, wat educatievere video's maken over garnalen. Dus
Wat is het verschil tussen Caradina en Neocaradina? Hoe houd je garnalen? Hoe kweek je ze? Wat zijn de waterwaarden? Waarom gebruik je osmosewater? Waarom zou je geen osmosewater gebruiken? Hoe maak je osmosewater geschikt? Welke planten kunnen er bij garnalen? Hoe vaak moet je water verversen? Het totaalpakketje, daar heb ik nog allerlei ideeën over. Maar ja, daar moet ik weer even tijd voor maken. En wat ik nu merk is dat ik vaak zoiets heb van, oh, dan heb ik weer iets nieuws. En dan denk ik, oh, dan ga ik gewoon inboxen en dan maak ik een filmpje van. En vertel ik er wat over. En nou, op die manier. Maar er komen zeker meer video's over garnalen. Bart vraagt wat ik wil gaan bereiken met je Caradina garnalen, eigen lijn kweken. Nee, absoluut niet. Ik vind het gewoon leuk om garnaaltjes te houden en garnaaltjes te kweken. En ik ga zeker geen eigen lijn kweken, want dan moet je heel selectief gaan uitselecteren, et cetera. Gaan jaren overheen, heb ik het geduld gewoon niet voor. Voor hetzelfde geld over 5 jaar heb ik alleen nog maar zoutwater of heb ik alleen nog maar monsterfish. Of, weet je, ik kijk wel waar het schip strandt, maar ik ben niet van plan om dat soort langdurige projecten te gaan doen. Even kijken. Jeffrey vraagt of de richtwachter beter is dan Diebo. Ik ben zelf nog nooit bij Diebo geweest, dus ik zou het niet weten. Emiel vraagt of ik nog nieuwe projecten heb lopen. Ja, dus dat stukje met mijn Caradina garnalen ben ik mee bezig. Ik wil na mijn vakantie, maar dat duurt nog even, ik heb nog steeds het idee om te proberen Japonica garnalen te kweken. Ik heb daar wat informatie over waarmee het zou moeten lukken, maar ik heb nog wat spullen daarvoor nodig en die ga ik nu nog niet aanschaffen. Verder wil ik graag de Corydoras albrosus nog kweken. En wat een leuk project is trouwens, even de bak hier achter me, deze, die gaat morgen op de schop. Alhoewel, morgen op de schop, ik ga de bodem vervangen voor filterzand. Dus daar komt een video over. Die ga ik helemaal leeghalen, opnieuw beplanten, opnieuw inrichten. Chaot als ik ben, heb ik dat maandag bedacht. Ik heb filterzand besteld en ik hoop, als het goed is, ik moet even opletten of ik een track and trace code krijg, komt het morgen binnen. Dus dan gaat hier filterzand in. En, ja, gaan we hem eens opnieuw inrichten, kijken of het weer wat kan worden. Want ik vind het nou maar naar een rommelig bakje, zeg maar. Meerdere mensen zeggen, Japonica is heel lastig. Ja, Japonica schijnt heel lastig te zijn, maar het schijnt ook heel makkelijk te kunnen zijn. Maar ja, we gaan het zien. We gaan het beleven. Ik ga het gewoon vastleggen en of ik nou faal of dat ik glorieus slaag. We zullen het zien, we zullen het zien. Inmiddels hebben we 30 kijkers trouwens. Tof. Ronald Schipper. Even kijken. Oh, wacht even. We gaan eerst even Azië biotoop. Jimmy vraagt wanneer de prijzen worden verloot. Binnen nu een 10 minuten ga ik denk de prijzen verloten. Maar ik ben nu nog lekker aan het ouwe hoeren. Als ik beneden aan de chat ben, waar ik aardig naar op weg ben, dan gaan we de prijzen verloten. En ben ik heel benieuwd wie welke prijzen gaat kiezen. Ronald, oh nee, Azië biotoop, daar was ik gebleven. Sorry, chaot. Die vraagt, had je een jaar geleden vandaag de dag gedacht 601 leden te hebben? Absoluut niet. Ik had wel heel wat gevonden om 100 abonnees te hebben, maar ik merk dat het wel een soort van verslavend werkt. Het is leuk om te zien dat mensen je video's waarderen en dat je dus groeit als kanaal. En dat is gewoon heel erg tof. Ja, had ik niet verwacht. Ronald vraagt of ik wel eens bij Aventuria in Den Haag ben geweest. Nee, Ronald, nog nooit, ook nog nooit van gehoord. Ik wil het komende jaar wel proberen om meer winkels te gaan bezoeken. Maar ja, dan zit ik ook weer een stukje reistijd, mijn privéleven, kosten, et cetera. Maar dat is zeker een plan, of een plan wat ik nog heb. Weet je wat we gaan doen? Oh nee, we zijn er nog bijna. Azië Biotoop vraagt ook wat ik ervan vind dat Pentazona in Tilburg er niet meer is. Dat vind ik erg jammer. Ik kwam er niet heel vaak. Maar het was al een leuke zaak. Leuk personeel.
En het is jammer dat die ermee gestopt is. En ik heb er zelfs aan zitten denken om zelf een aquariumzaak te gaan openen. Maar bij gebrek aan ondernemerschap en kennis over ondernemen heb ik besloten dat nog niet te doen. Want ik heb daar gewoon de middelen niet voor en de resources en de kennis niet voor. Dus, maar mocht er ooit op een of andere wonderlijke wijze iets op mijn pad komen waardoor ik wel mee kan werken aan een nieuwe aquariumzaak in Tilburg, dan zou ik dat heel erg vet vinden. Want ik ben ook ervan overtuigd dat ik door middel van mijn kanaal ook een stukje e-marketing kan doen voor zo'n winkel. Als je er dan voor kiest om ook een webwinkel te starten en dergelijke. Wel ben ik aan het denken over een webwinkel. Maar dat is zo ver van mijn bedshow. En dan moet je heel veel tijd in steken. En ik kan geen websites bouwen. En hoe het dan werkt, et cetera, et cetera. Maar wie weet ooit. Wie weet. Je moet dromen hebben. Giel, is dat volgens mij Voetbal Pro 1? Wat voor prijzen ga je verloten? Ik ga verloten. Allereerst, ik ga alleen prijzen verloten onder de mensen die mee hebben gedaan aan de prijsvraag. Die nu 8 dagen gesloten is. Dus je kan nu niet meer meedoen, helaas. Wat ga ik verloten? Ik ga dit verloten. Repassie shrimpsoufflé. Dat is een poedervoer. Gel food. Kan je met dat poeder maak je aan met water, heet water. En kan je er blokjes van snijden. Je kan het invriezen. Je kan het als poeder gewoon voeren. Supergoed spul. Top ingrediënten. Dat kan je winnen. In combinatie met een aquascaping set. Die betekent, of dat houdt in, een kromme schaar, een rechte pincet en een kromme pincet. Dus dat is 1 prijs. Ik ga 2 prijzen verloten, er komen 2 winnaars. Dus dit is 1 van de prijzen. Mocht je daar niet voor kiezen, dan kan je kiezen voor een digitaal jaarabonnement op Amazonas Magazine. Dat is een super vet blad. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eens kijken. Ik ga het jullie eens even laten zien. Volgens mij weten heel veel mensen niet wat Amazonas Magazine is. Ik zal jullie even een super, super, super snelle tour geven door. .com moet het zijn. Door het voorbeeld. Door de voorbeeldeditie van Amazonas Magazine. Als je naar de website wil. Sample issue. Ik ga jullie heel even mee laten kijken. Hoe deden we dat ook alweer? Beeldscherm capture. Hop. Als het goed is zien jullie mijn beeld nu. Even dubbel checken. Dan zien jullie mezelf. Ja. Oké. Okay. Dit is Amazonas Magazine Sample Issue. Deze editie gaat over de Peacock Bass. Het is een Engelstalig blad overigens. Met allerlei artikelen zoals je hier ziet over Hans Bansch, die is overleden denk ik, een tribute to. Allemaal hele gave foto's, nieuwe soorten. Kweekverslagen, ook veel reclame overigens. En zo heeft iedere issue, de laatste issue gaat over garnalen, is heel tof en er staan hele gave foto's in. Maar dit kan je dus digitaal lezen op je telefoon, is een app, op tablet, maar zoals je hier ziet kan je het ook op je pc lezen. Met ja, hier beeldvang, van alles. Het is super, super interessant en het is ook super leerzaam. Dan gaan we hier even deze uitzetten. Hop, daar was ik weer. Dus dat kan je winnen. Dus daar moet je dan wel uit kiezen. Want ik ga het niet allebei betalen. Want het komt allemaal in mijn eigen zak. En daarnaast is er door Aquarium Gek Oosterhout. Is er gesponsord 1 koppel betta's. En ik heb al die tijd gezegd 1 koppel Dumbo Ear betta's. Ik heb het nog eens met Eduard erover gehad. Degene die wint kan gewoon langs gaan. Ik wil eventueel wel meegaan als we dat kunnen regelen. Is misschien wel leuk. Kunnen daar een videootje van schieten. Die kan gewoon langs gaan in Oosterhout en daar een koppel betta's uit zoeken. Dus een man en een vrouw. Maakt niet uit wat heeft Eduard gezegd, gewoon wat er op dat moment is. Eduard heeft over het algemeen zo'n, volgens mij, minstens 30 verschillende betta's zitten. Hoge kwaliteit betta's uit Thailand. Dus mijn betta
die jullie wellicht in de video zelfs hebben gezien, komt daar ook vandaan, mijn Koi Beta. Dus dat zijn de prijzen en ik ben best excited. Het zijn best gave prijzen als je het mij vraagt. We gaan nog heel even naar de chat. Heel even wat chat, even de chat lezen en dan ga ik de prijsvraag. Gaan we de prijsverloting gaan we dan doen. Even kijken. Water Wizard vraagt filterzand van de Hoornbach. Ik vertel net dat in deze pak filterzand komt. Nee, er komt filterzand van Wildkamp in. More Channel Noise vraagt of ik ooit inheemse waterplanten heb gecollect hier en in het aquarium heb gebruikt. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Misschien wel leuk, maar wat het lastig is met inheemse aquariumplanten, het water hier in Nederland is natuurlijk super koud. Tenminste, relatief koud vergeleken met mijn aquarium, wat meestal 25 graden is. Dus ja, die planten zullen het waarschijnlijk niet zo heel best gaan doen in mijn aquarium. Dave zegt, ik heb een japonica vandaag apart gezet. Die gaat tussen nu en een week de eitjes loslaten. Poging 3 voor mij. Oké, spannend. Ik heb al een keer gehad. Ik heb hem een keer in mijn nanobakje, een zwangere japonica, waarvan de eitjes bijna kwamen, apart gezet. En wat leuk is dat je dan de larven, die laten ze los in zoet water. Hè. Dus je ziet de larven, die zijn lichtgevoelig, dus die kun je met een lampje lokken. En toen heb ik dus geprobeerd om ze op zout water te zetten. Daar hebben ze niet overleefd. Ik heb ook maar wat gedaan. Ik heb het niet gemeten hoeveel zout erin zat, et cetera, et cetera. Maar dat is wel een project wat ik nog wil gaan doen. Jama zegt niet vergeten op het duimpje te klikken. Zeker niet vergeten, want dat vinden we leuk als je op het duimpje klikt. Althans, dat vindt YouTube vooral erg leuk. En die zal mijn video's dan meer promoten. En dat helpt mij weer om meer abonnees te krijgen. En op een gegeven moment misschien ook advertentiekosten, misschien wat steun van abonnees. Ja, dat. Dus dat is super tof als je op het duimpje klikt. En delen. Delen werkt nog veel beter, want dan krijgen we meer kijkers. Even kijken. Hey Greg, leuk dat je bent. Kate vraagt of ik nog naar de open dagen van Aquarium Gek ga. Ja, dat is binnenkort, hè? Ik weet alleen even niet zo wanneer, anders kon ik het even promoten. Maar ja, ik was wel van plan om er even langs te gaan. Waarschijnlijk op de zondag. Ramon vraagt of ik naar Vivarium ga. Nee, ik ga niet naar Vivarium, want ik zit dan aan de andere kant van de wereld. Ik zit in Sri Lanka, waar ik hoop overigens, dat is mijn planning, om te kijken of ergens waar ik ga backpacken. Of ergens waar ik heen ga, daar zitten namelijk heel veel guppy farms. En ik zou heel tof vinden om een guppy farm te bezoeken en daar dus mooie video's te kunnen schieten voor jullie. Dus, en misschien wel wat Nick vraagt of ik tips heb voor Blackwater Aquaria. Nee, eigenlijk niet echt geen ervaring mee in die zin. Het enige wat ik wel weet is dat je vooral gewoon heel veel blad in je aquarium moet storten. Dan krijg je lekker theekleurig water, hè? Schijnen de vissen wel heel lekker te vinden trouwens, veel vissen. Ik ga even het geluid van mijn telefoon uitzetten. Dat ben ik vergeten, merk ik. Hop. Kate zegt, 15 en 16 september zijn de open dagen van Aquarium Gek. Dus iedereen die nog nooit bij Aquarium Gek is geweest, bekijk vooral mijn video. Ik weet niet of Kevin hem misschien kan linken. Volgens mij zag ik Kevin net. Maar bekijk vooral mijn video. Het is nog een beetje de old school stijl video omtrent winkelbezoeken. Omdat ik toen gewoon niet de mogelijkheid had om goed geluid op te nemen. Ik wilde nog een keer teruggaan om met geluid dus wat te vertellen over de bakken. En wellicht misschien ook wat vragen te kunnen stellen aan Eduard, die kan beantwoorden in de video. Maar ben je er nog nooit geweest, ga zeker een keer kijken. 15 en 16 september, dus het hele weekend heeft hij open dag. Het is maar een klein zaakje, maar het is
Het is een soort clubhuis. Het is super relaxed. Mensen met aquaria. En als hobby aquaria. En Eduard is ook echt wel een hobbyist. Het is wel een zakenman. Hij heeft ook een bakkerij. Maar in de kern is het gewoon een hobbyist. Die goed advies geeft. Niet moeilijk doet over prijzen. Het zijn zeer gunstige prijzen. En ja, prima vis als je het mij vraagt. Tuurlijk ook wel eens dode vis, maar dat heb je overal. En ik vind vooral goed advies en dergelijke vind ik heel belangrijk. En dat kan je daar krijgen. Oh, Kevin kan niet linken. Oh jee, ben je aan het eten, jongen? Nou, lekker eten dan. Zoek hem even zelf op. Als je, volgens mij op mijn pagina, op mijn beginpagina van mijn kanaal staat de video van Aquarium Gek. Weet je wat we gaan doen? We gaan de prijsvraag of de verloting doen. Ik vind het spannend. Ik ga heel even. Ga ik jullie mijn scherm laten zien? Dan gaat hij heel even flippen, want ik weet niet hoe ik het anders beter kan doen. Dus zo, hoep. Oké, daar zijn we. Hey, nu zien jullie mij. En dan gaan we even naar de Dutch Aquarist 500 abonnees verloting. Mijn internet is lekker op dreef, zie ik. Ik hoop dat de stream niet heel veel haperingen laat zien. Dat zou fijn zijn. Zoals jullie zien zijn er 144 entries. Dus dat is niet heel veel voor een kanaal wat op dat moment van starten 500 abonnees had. Want volgens mij zijn er namelijk ook maar... even kijken, dat kan ik hier volgens mij zien. Loading. Volgens mij, ja, hier zijn 84 deelnemers. Dus er hebben maar 84 mensen meegedaan aan de verloting. Ja. Had leuk geweest als er meer waren. Aan de andere kant, er zijn nu 84 mensen die dus meer dan 1% kans hebben om te winnen. En dat is een hoge kans in een verloting als je mij vraagt. Wat we gaan doen, ik ga hierop klikken. En dan hebben we hier winners. Daar ga ik op klikken. Hoe ga ik het aanpakken? Heel even terug, moment. Hoe ga ik het aanpakken? Want ik ga een beetje snel. Ik zal nog even uitleggen hoe ik het wil doen. Ik ga twee winnaars kiezen. De winnaar die er als eerste uitkomt, die mag kiezen tussen de prijzen. Dus die mag kiezen of dit setje, wat ik naar je opstuur. Dat is overigens in Nederland en in België. Of een digitaal jaarabonnement op Amazonas Magazine. Dat is een keus. Dat is één prijs, zeg maar, en één van de twee kun je dan kiezen. Of je kan ervoor kiezen om het koppeltje Betta's van Aquarium Gek in Oosterhout uit te gaan zoeken. En degene die de eerste winnaar is, die mag dus als eerste kiezen. Wat betekent dat nummer 2 automatisch de tweede optie krijgt. Gaan het zien. Gaan we weer even terug, flip die weer heel even. Nou. Dan gaan we maar winners scrollen, hè? Zullen we klikken? 3, 2, 1. Draw winners. Winners to draw, 2. Nou, dan gaan we. En ik ga er even vanuit dat de eerste winnaar is degene die bovenaan staat. Voor de duidelijkheid. Gaan we. Trek hem maar. En de winner is Bas Kerver. Entry 89 is nummer 1 geworden uit Enschede. En Jesse van Vuren heeft de tweede plek gewonnen. Sorry voor de e-mailadressen, maar Bas Kerver en Jesse van Vuren zijn dus de winnaars. Bas Kerver mag als eerste de prijs kiezen. Ik ga dit schermpje snel wegklikken, zodat niet iedereen helemaal kapot gaat op de mail van Bas Kerver. Jesse van Vuren was het, geloof ik, hè? Ja, Jesse van Vuren. Oh, die heb ik vaker gezien op mijn kanaal. Bas Kerver zegt me eigenlijk niets. Ik weet niet of die aanwezig is in de chat. Laat het even weten als je er wel bent. Bas Kerver. Super gefeliciteerd. Leuk. Tof dat... Ik wil in ieder geval iedereen bedanken aan... die heeft meegedaan aan de wedstrijd. Want dat is gewoon leuk. En ik vind het ook wel... Het geeft me good karma als ik iets weg ga geven. En... Aquarium Gek Oosterhout, super bedankt natuurlijk voor het sponsoren. Ik ben ondertussen, probeer ik even te lezen dan, of Bas Kerver in de chat zit.
Maar ik denk het niet. Ik heb hem nog niet voorbij zien komen, voor zover ik weet. Maar super gefeliciteerd. Bas, neem even contact met mij op. En Jesse, neem ook even contact met mij op. Dat kan via dutchaquarist@gmail.com of via mijn Facebookpagina gewoon even een chatberichtje sturen. Bas mag dus als eerste kiezen. En dan krijgt Jesse wat er over is. Maar ik zag dat Jesse uit Berlikum komt. Dat is hier niet heel ver vandaan. Dus dan is Oosterhout ook goed te doen. Kijk, vanuit Enschede is Oosterhout weer wat lastiger te doen. Interessant, interessant. Gefeliciteerd aan de winnaars. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn in ieder geval voor de trekking. En ik hoop ook dat jullie het een beetje een leuke livestream vinden tot nu toe. Ik merk dat ik echt heel veel aan het ouwe horen ben. Maar ja, dat is ook wel fijn, want als ik alleen maar stil zou zijn, is er ook niet echt wat aan. Even kijken. Heeft Jesse bij Kevin ook al gewonnen? Lucky bastard. Okay. Wat vonden jullie trouwens van het systeem met Gleam? Werkt dat voor iedereen? Want ik heb wel mensen gehad die er wat moeite mee hadden, die het niet optimaal vonden. Ik heb er nooit moeite mee gehad. Ik vind het een topsysteem. Zeker omdat het mij geen moeite kost om winnaars te trekken. Want ik krijg gewoon een knopje, zoals jullie zagen. En ik kan erop drukken en het is altijd onafhankelijk. Dus ik heb geen enkele invloed op wie er wint. En dat vind ik ook wel belangrijk dat het eerlijk verloopt. Jesse is een Belg. Och jongens, toch. Echt waar. Jesse is helemaal geen Belg. Jesse komt uit Berlikum. Berlikum is niet in België hoor. Net Belg dan. Ja, nadeel was inderdaad de e-mailadres. Ik kan er ook voor kunnen kiezen om het helemaal weg te laten, de e-mailadres. Of tenminste, nee, had ik niet voor kunnen kiezen. Dat is gewoon als je de live tracking doet. Maar goed, mensen die kwaad willen, die gaan echt niet 44 minuten naar een livestream zitten kijken om een random persoon zijn e-mailadres te krijgen. Kas geeft aan dat hij zich meteen had ingeschreven, maar toen hij later keek niet meer meedeed. Dat is vreemd, Kas, want ik heb niemand kunnen verwijderen. Jeffrey vraagt wanneer de volgende live is. Geen idee, Jeffrey. Ik doe de livestreams doe ik echt compleet random als ik er zin in heb en als ik er tijd voor heb. Ik vind het wel leuk dat er in ieder geval mensen opkomen dagen, want anders is het niet zo vaan, hè? Ik denk dat jullie nu een waterkoker horen, denk ik. Het is vrij luid. Jorrit vraagt, ga je aquariums eens tonen, AUB? Ja, dat is erg lastig, Jorrit. Het enige wat ik kan doen, ik zit namelijk achter de laptop en ik heb mezelf helemaal ingebouwd. Hier staat een microfoon, hier staat een stoel, een felle lamp in mijn bakkes. Dus aquariums tonen wordt lastig. Ik kan even zo aan de kant. Dan zien jullie mijn Jewel Rio 180. Even kijken. Dat is mijn Jewel Rio 180. Maar dit is ook niet echt top beeldkwaliteit natuurlijk met mijn webcammetje. En de visjes zie je niet echt, want die zitten allemaal lekker achterin. Dus dat kan ik je laten zien qua aquariums. Even kijken. Hey Nicky, leuk dat je er bent. Ramon vraagt of ik mijn bodemwissel opnemen of live doe. Ik doe dat opnemen, want dat soort dingen live doen, dan ga ik daar morgen de hele dag mee bezig zijn. Kan ik wel live doen, maar er is geen hond die dat wil zien. En als ik het opneem en later bewerk, dan kan ik dus de interessante stukken eruit knippen. En die achter elkaar plakken, dat jullie een hapklare video hebben over hoe je een bodem verwisselt. Oh Dennis, dat is jammer dat je geen melding hebt gehad van de live. Gekke YouTube. Greg zegt, je kan ook live doen via je gsm. Dat klopt, dat weet ik. Wellicht dat ik dat ooit wel een keer doe tussendoor. Gewoon als ik iets gek zie in mijn stellingen boven of iets. Jeffrey vraagt hoe vaak je de bodem moet verwisselen met filterzand. Geen idee. Ik wissel nu mijn bodem. Omdat ik hieronder deze bodem ligt een voedingsbodem. En die ligt er inmiddels meer op dan eronder. Is niet zo mooi en mijn bak is een rommeltje. Dus ik ga hem gewoon helemaal opnieuw inrichten. Maar dat kan in principe binnen een dag.
En dan kunnen de vissen er meteen weer terug in. Maar die video komt dus nog online. Emiel, succes met je vroege dienst morgen. Lekker slapen, jongen. Even kijken. Wat had ik nog willen doen? Want we gaan dadelijk langzaam richting een afronding. Want ik zie dat het alweer 7:50 is. Man, tijd vliegt als je bezig bent. Doelen voor het komende jaar. Ja, vind ik ook leuk. Vind ik ook leuk om even met jullie te delen. Mijn doelen voor het komende jaar zijn om meer hobbyisten en webwinkels winkels te bezoeken. Ook heb ik het idee om te kijken of ik groothandels kan bezoeken. Maar ja, daar moet ik natuurlijk wel toestemming voor vinden en toegang toe krijgen. Hobbyisten bezoeken vind ik sowieso heel erg tof. Ga ik deze week ook weer doen. Ik ga deze week in België langs bij iemand met dat aquaria. En volgens mij gaan we daar een aquarium scapen samen. Dus dat is heel leuk en daar ga ik zeker video van maken. Want ik vind dat zelf altijd eigenlijk de leukste video's op de meeste kanalen. Waarin je dus andermans aquaria ziet en het verhaal erbij hoort vooral. Dat vind ik leuk. Mocht je daar nou interesse in hebben om ook te doen, dus dat ik een video bij jou thuis kan komen maken waarin jij vertelt over je aquaria en waarin we jouw aquaria showen, laat het zeker even weten, want dat vind ik heel erg leuk. Natuurlijk moet het een beetje te doen zijn qua reistijd en moet het te plannen zijn, want ik heb een vrij drukke agenda over het algemeen. Maar als iemand ervoor open staat, laat het even weten. Verder heb ik als doel om dit jaar nog 1000 abonnees te halen, maar zoals het nu eruit ziet, moet dat haast wel gaan lukken, want ik ga nu erg hard qua abonnees. Maar je weet het natuurlijk nooit, het kan ook zomaar zijn dat het aantal abonnees terugloopt of even stokt, zeg maar. Daarnaast leek het me heel erg leuk om het komende jaar te proberen om een meeting te organiseren met de abonnees op mijn kanaal. Die is natuurlijk in Tilburg, is voor mij lekker makkelijk. Of wellicht bij de Riftwachter in Hilversum, of bij Aquarium Gek, iets dergelijks. Dus als jullie daar ideeën over hebben, laat het ook even weten. Dat vind ik erg leuk om de mensen te ontmoeten die naar mijn video's kijken. Dan zijn er wel eens mensen die vragen, hoe kan ik jou steunen? Dat kan. Door mijn video's te kijken en door mijn video's te delen. Daarnaast heb ik een Patreon pagina. Net als jullie misschien wel kennen van Dominique Maas. En Kevin heeft volgens mij ook een Patreon. Patreon is een website gemaakt voor creators, dus iedereen die iets maakt op internet, in mijn geval YouTube video's. Daar kan je vanaf $1 per maand, dus dat is volgens mij 80 eurocent of zo per maand, kan je mij supporten. Wat krijg je ervoor? Eigenlijk niks geks, niks extra's. Het is puur voor mensen die zoiets hebben van, hey, ik kijk iedere week jouw video's. Nou, zeg dat daar 20 uur in de maand in zit in die video's, waarschijnlijk meer. Is het toch leuk als ik daar wat, of tenminste niet een vergoeding voor mijzelf, maar meer voor de materialen die ik eventueel wil gebruiken en voor betere software en dat soort dingen zou ik het heel graag gebruiken. Dus mensen die dat willen, ja, zoek het even op Patreon. Volgens mij staat mijn Patreon ook onder mijn video's, maar dan moet ik even checken. Nee, die staat er nog niet onder trouwens. Die ga ik er even onder zetten. En natuurlijk is het zo dat jij als iemand mij steunt via Patreon, dat die instant antwoord krijgt op vragen die hij heeft als hij die mij stelt. En ik ben geen alwetendheid, ik ben geen orakel of iets dergelijks, maar ik zal altijd proberen diegene goed te helpen. Maar dat kan je in principe ook doen via Facebook Messenger. Daar reageer ik in principe ook gewoon altijd op. Zolang het nog kan, want op heden is het niet zo dat het zo druk is dat ik het niet meer bij kan houden. Dus Patreon, als je het niet kent, check even. Ik ga even een link delen met jullie. Die ga ik heel even opzoeken ondertussen. Patreon. Ik zal de link delen voor de mensen die interesse hebben. Daar kan je het zien via PayPal, geloof ik. En via creditcard kan jij dan iemand steunen. Daar kan je overigens ook Dominique Maas van Aquarium Sunshine Valley steunen. Om lid te worden van zijn premium clubje. En Kevin's Aquarium heeft ook een Patreon. Die kan je allemaal ondersteunen door een kleine bijdrage te leveren. Een kleine financiële bijdrage te leveren iedere maand. Even kijken, dan moet ik even inloggen. Bla bla bla. Dus dat is erg leuk. En nogmaals, het moet niet. Hè. Ik bedoel, ik ben er heel blij mee als mensen mijn video's bekijken. En
Wat is er? Waarom? Dat zien ze niet. Ze zien dit. De vrouw loopt al in de pyjama. Maar waar had ik het over? Oh ja, Patreon. Ik ga eens even kijken of ik mezelf kan delen hier. Zo. Lekker herrie aan het maken, dankjewel. Die is fijn. Oh. Serieus? Mijn vrouw wilde tv aanzetten en die was de afstandsbediening kwijt. En mijn kleine die heeft hier 3 zakken met speelgoed staan. En daar had ze de afstandsbediening blijkbaar in verstopt. Ik zal hier een linkje in de chat posten naar mijn Patreon pagina voor degene die dat die daar een kijkje willen nemen. Ik heb er nu echt nog helemaal niks op staan, maar op het moment dat er mensen zijn die mij daar gaan steunen, zal ik daar wellicht informatie delen en af en toe eens wat dingen bespreken met mensen. En wellicht ook livestreams doen, speciaal voor Patreons, 1-op-1 livestreams of gewoon videoconferentie, mocht daar behoefte aan zijn. En het is zeker niet de bedoeling om er rijk van te worden, maar ja, een beetje financiële hulp of een beetje appreciatie op het financiële vlak, zeg maar, is altijd leuk natuurlijk. En nogmaals, puur voor de mensen die dat willen, voel je absoluut niet gedwongen, want het is niet zo dat je een voorkeursbehandeling krijgt in die zin, want ik wil gewoon voor iedereen toegankelijk blijven en met iedereen kunnen praten over deze fantastische hobby. Waar wilde ik het nog meer over? Ja, jongen, mijn Patreon, ja, dat heb ik gedaan. Ik heb ook nog een oproepje. Ik heb een oproepje. Heb ik een oproepje? Ja, ik heb een oproepje. Als er mensen zijn die heel handig zijn met Photoshop, wat ik overigens niet eens heb, want dat is ook wel aan mijn thumbnails te zien op YouTube. Als er mensen zijn die wel heel handig zijn met Photoshop en die het leuk vinden om iedere week voor mij een thumbnail te maken voor mijn video's. En ook voor mijn oude video's wil ik graag nieuwe thumbnails, want die dingen zien er gewoon niet uit. En dat is toch het eerste wat mensen zien, hè? Als ze de video voorbij zien komen in, in de aanbevolen video's of iets dergelijks, zien ze de thumbnail. En ja, die zorgt er vaak voor dat mensen op een video klikken of niet. En ja, laten we eerlijk wezen, mijn thumbnails zijn echt zwaar belabberd. Super amateuristisch. En ik zou heel graag wat professionele thumbnails hebben. Maar ik heb er zelf de tijd niet voor, de skills niet voor. En daarom hoop ik dus dat er mensen zijn die zeggen van, oh, dat vind ik wel leuk om te doen. Wat krijg je daarvoor? Helemaal niks. Alleen eeuwige roem. Want ik zal het benoemen bij iedere video. Laten we daarop houden. Maar ja, wie weet. Ik denk ik kan beter vragen dan niet. Kevin gaat het niet doen. Die is heel te druk bezig met zijn eigen kanaal. Even kijken. Ik ga nog even een rondje chat doen en daarna ga ik, als jullie nog vragen hebben, stel ze nu, want als ik onderaan de chat ben, dan ga ik vaarwel zeggen. We hebben inmiddels nog 15 kijkers, dus we zijn al gehalveerd in kijkers. De prijsvraag is natuurlijk al, of de verloting is natuurlijk geweest, dus mensen denken, hey, dat weet je mee. Snap ik ook. Even kijken. Daar waren we gebleven. Azië-Biotoop vraagt, komt er een keer een bloopersvideo? Nee, want ik heb nooit bloopers. Ja, ik heb wel eens bloopers. Maar die knip ik er gewoon uit. En ik gooi daarna, nadat ik het geüpload heb, gooi ik de beelden altijd allemaal weg. Omdat ik gewoon niet de ruimte heb om die allemaal te bewaren. Dus, maar wellicht dat ik gewoon een keer bloopers ga verzamelen. En daar een bloopers video, maar dat is niet waarvoor mensen naar mijn kanaal kijken. Kijk, het is hartstikke grappig natuurlijk. Maar ik heb niet het idee dat mensen die puur mijn kanaal geabonneerd zijn om iets te leren over aquaria, zitten te wachten op een blooper video. Maar wie weet, mocht ik ooit echt geen inspiratie hebben, dan zou die er zomaar kunnen komen. Jorrit zegt, bij mij kan het, maar ik woon in West-Vlaanderen. Dan ga ik er even uit dat ik bij jou kan komen filmen. West-Vlaanderen ben ik laatst nog geweest. Ik ben laatst bij Dominique Maas geweest, maar dat is voor mij 2 uur rijden. Dus dat, wellicht. Maar stuur anders even een berichtje via Facebook en dan kunnen we kijken wat het regelen valt. Nicky woont in Friesland. Oh jee. Ja, dat is ook niet echt om de hoek, Nicky.
Tilburg is prima. Die snapt niet helemaal Azië-biotoop. Nicky heeft Dennis erbij geroepen. Nou, dankjewel, Nicky. Wat attent. En Dennis is inderdaad Patreon bij Dominique. Azië-biotoop komt uit Drunen. Oh. Stuur even een berichtje via Facebook, Azië-biotoop, als je het leuk vindt. Want ik ben, ja... Binnen no time ben ik bij jou, zeg maar. Dus dat vind ik wel leuk om een keer te komen filmen als je dat ook ziet zitten. Jorrit vraagt, mag je met je schaar in het water voor planten bij te knippen? Ja, tuurlijk. Waar je wel op, even op moet letten, is dat je geen hele ranzige schaar waar je... chemische middeltjes mee heb geknipt. Ik zou niet weten waarom je chemische middeltjes gaat knippen of verpakkingen van chemicaliën. Maar gewoon de keukenschaar heb ik hier ook vaak zat gebruikt voor het knippen van mijn planten voordat ik een aquascape set had. Werkt prima, alleen zo'n aquascaping setje, zeg maar, deze is zoals je ziet gebogen, waardoor je makkelijker je planten af kan knippen onder een bepaalde hoek. En hij is lekker scherp. En dat is wel belangrijk, want anders kneus je de plant en dat beperkt de groei, zeg maar, weer. En ijzer is inderdaad goed voor de planten, visaquarium. Iedereen zit zo ver weg. Maar goed. Het is inmiddels 8 uur, zie ik. Tijd om af te ronden. Ik wil iedereen ontzettend hard bedanken voor het aanwezig zijn, voor de leuke berichtjes in de chat, voor de felicitaties, de prijswinnaars, super gefeliciteerd. Neem even contact met mij op zoals ik al heb gevraagd. Wil je mij steunen via Patreon, doe het. Wil je thumbnails voor me maken, laat het ook even weten. En ik zeg, ik zie jullie volgende keer weer. En dan ga ik nu maar even mijn stopknop zoeken. Ah, daar is hij. Tabé ermee!